Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Pokémon Pack opening hier samen met Pokéjan. Pokéjan, wat hebben wij? We hadden natuurlijk de vorige keer een Evolutions Elite Trainer Box, de rode. En vandaag hebben we voor jullie de blauwe. Boom! Er staat natuurlijk Blastoise voorop. En er zit natuurlijk ook Mega en weet ik veel wat. Er zitten in ieder geval super veel speciale kaarten in. Dus we gaan het natuurlijk eventjes openmaken. Aan de binnenkant, zoals altijd, zitten natuurlijk allerlei Pokémon. Je hebt er natuurlijk een boekje bij waarin alle kaarten in staan die je allemaal kan krijgen. De Rare, de Secret Rare, gewoon alle speciale kaarten en de normale kaarten, die EX-cards en weet ik het wat allemaal. Tada! Er zitten maar liefst 8 booster packs in. Met natuurlijk verschillende Pokémon op de voorkant. Ik zal eventjes weer laten zien welke dat zijn. Zijn natuurlijk deze Pokémon. En die zien er natuurlijk sowieso al super vet uit. Dus alleen de pakjes al, die doen het hem al. Kijk, hier hebben we er wat meer van. Zitten er natuurlijk ook nog in, voor de mensen die natuurlijk de game, de training game, gewoon willen spelen. Dobbelstenen in. Er zitten card desks in. Er zitten natuurlijk ook 45 energy cards in. En er zitten natuurlijk super vette sleeves natuurlijk met Blastoise op de voorkant. Daar kan je natuurlijk je kaarten in bewaren en ja, daar blijft ze natuurlijk gewoon super mooi in. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop op Pikachu kaarten. Ik had Surfing Pikachu al. Ik wil eigenlijk die EX kaart en die Charizard kaart, die wil ik zo graag hebben. Ja? Ik zeker? Ja, ik ga hem ook wel krijgen hoor. Moet ik ze netjes openmaken voor je of niet? Nou, het hoeft niet per se netjes. We komen er wel. Dat was niet heel netjes. Ja, dat zei je. Je zei dat het niet netjes hoefde. Ja, nee, dat ga ik niet waar, netjes dat doen dat ook. Dat is waar. Oké, ben je er klaar voor? Jazeker. Pakketje. Nummer 1 van de 8. Oké, is goed. Ik zag al wat kaarten. Nee, dat mag niet. Bij Jan's openingen doe ik het altijd onder de tafel, de kaarten. Jan doet het altijd zo, dan kan je net even meekijken. Maar maakt het niet uit. En we beginnen, dankjewel Jan. Thank you. Want we hebben als eerst een Blastoise Spirit Link Trainer Card. Mystic Determination Trainer Card. En die heb ik natuurlijk ook in die hele kaart. Die ziet er zo schattig uit, omdat het de oude vorm heeft. Weet je wel, trainer zo. Ja, ik snap wel wat je doet. Ik vind dat ook wel wat hebben, eerlijk gezegd. Poliwhirl. De meeste van jullie zullen wel denken van, die kaarten zien er super oud uit. Maar dit zijn inderdaad oldschool Pokémon kaarten. Die zitten hier gewoon in. En er zitten hele vette nieuwe kaarten bij. Pikachu. Growlithe. Machop. Nidoran, Ponyta, Rattata, deze vind ik eigenlijk best wel heel erg vet. Die shiny ziet er gaaf uit, zeker weten. En Mewtwo. Is het normaal? Oh. Ja, hij is normaal, maar sowieso is het super vet natuurlijk om Mewtwo te krijgen. Dus die leg ik eventjes lekker apart. Het is lang geleden dat ik die kaart nieuw heb gezien, om het zo maar te zeggen. Gaan we door natuurlijk naar pakketje nummer 2. En dan beginnen we met een Trainer Mantis card. Hunter. Hey! Nee, Pikachu, oké. Jongens, ik zei dat net al dat ik die andere Pikachu kaart wilde hebben en dat ik die Surfing Pikachu al had. Maar deze kaart wilde ik super graag hebben, dus die leg ik ook gewoon lekker apart. Die vind ik namelijk echt super vet. We krijgen nog een Growlithe. Nidoran. Vulpix, blijft een mooie Pokémon, Vulpix. Sandshrew. Ponyta. Charmeleon! Hij ziet er zo vet uit, hè? Ja, ik had deze al, maar die blijft zo vet. Blijft echt vet. En Farfetch'd. Farfetch'd. Tada! Gaat lekker snel. Ja? Je doet goed je werk. Je hebt ook nog een vette Pokémon pet op. Fuck yeah! We hebben Professor Oak, trainer card. Een energy card en ik blijf deze super vet vinden door alle kleuren die er over doorheen wazig vallen. Een super potion. Nog een energy card. En dan natuurlijk de vuur variant. Voltorb. Is toch vet? Ja. Oh, je hebt je pet andersom gezet. Ja. Ja? Ik doe maar weer zo. Charmander. Diglett. Ghastly. Arcanine. Oeh. Blijft vet.
En Starmie, maar die Arcanine is wel echt vet. Ja, Misty. Ja, die Pokémon aflevering Ik vind het wel knap, want Misty in de Pokémon aflevering heeft gewoon meteen een Starmie. Die hele Staryu heeft ze niet gehad. Toch? Ja, maar ze is een trainer. Ja, oké, we gaan weer verder, want we hebben weer een Misty Determination Trainer card. We hebben nog een Revive Trainer card. Een Nidorino. Een Caterpie. Een Ghastly. Een Drowsy. Een Magikarp. Magikarp. Electabuzz. Nog een Growlithe. En Arcanine. Nou, de evaluatie. Growlithe en Arcanine, ja. Dat is toch leuk? Hoppa. We zijn al over de helft. Ja, ik hoop echt nog steeds op EX cards. Ja, we hebben ze nog niet echt gezien, maar we zitten erop te wachten. Ja, we hopen, hè. We blijven natuurlijk ook gewoon lekker doorgaan. We hebben nog een Trainer Mantis card. Een Switch Trainer card. Een Magmar. Blijft ook een super gaaf Pokémon. Ghastly. Diglett. Rattata. Charmander. Een Energy card. Hey, Staryu, en deze is natuurlijk wel super vet. En als laatste hebben we een Staryu. Hey, daar weer de evaluatie. Ja, alweer. Maar die Staryu blijft wel vet. Vind ik wel vet. Welke pakketje nummer 6? Ja. Pakketje nummer 6 inmiddels al. We gaan er lekker snel doorheen. En dan hebben we Nidorino. Ik heb het voelt iets stevig. Maar ik weet natuurlijk niet of er iets in zit. Nidorino. Een Super Potion Trainer card. Wat is er? Ik wil het even zien. Jij hebt zeker al gekeken. Ik wil het even zien. Nee, ik zag heel veel kleurtjes. Dus ik wil het nu weten. Hij is zo sneaky. Ja, ik zag heel veel kleurtjes. Een Brooks Grid Trainer card. Een Poliwag. Hey! Seal natuurlijk. Magikarp. Wow, we krijgen gewoon even drie water Pokémon op elkaar. Een energy card. Oké, dit is een break card. Ik weet niet wat dat break card is. Er zitten vette break cards in, dat weet ik wel. Caterpie. En Starmie als een break card. We hebben natuurlijk Raticate, maar we hebben natuurlijk Starmie in een break card gekregen. Die is natuurlijk wel tot nu toe. Nou, ik vind eigenlijk die Pikachu vetter. Op Pikachu vind ik die wel echt wel zo heel erg gaaf. Kan je Pikachu vetter vinden dan een break card? Ik vind die break card ook sowieso vet, maar die Pikachu die wil je gewoon in je collectie hebben. Vooral omdat je die surfing Pikachu al hebt. Gaan we door naar pakketje nummer 7. 7. Dan gaan we verder met Magmar. Een Energy Retrieval Trainer Card. Een Blastoise Spirit Link Trainer Card. En daar waren we natuurlijk net helemaal aan het begin van de opening mee begonnen. Ponyta. Magnemite. Ik weet niet of hier... Het zit hier ook iets volgens mij. Echt? Ja. Pikachu. Oh. Ik zie het. Machop. Een Weedle. Een Nidoran en als allerlaatste... Gras Pokémon! Oh, Venusaur! Venusaur. Dus die gaat ook lekker mooi bij de collectie erbij. De laatste. Het allerlaatste pakketje. En ik ben bang dat er niks in gaat zitten. Ah, jawel, joh, kom op. Charizard, maar we gaan natuurlijk door en we hopen natuurlijk nog steeds dat er een vet kaart in zit. We hebben een Devolution Trainer Spray. Brock's Grid Trainer Card. Zo. Een Slowbro Spirit Link Trainer Card. Er zit ook een vet Slowbro Card in, dat weet ik ook. Rattata natuurlijk. Growlithe. Nidoran. Vulpix. Sandshrew. Oeh, deze is super vet. Zo, die attack is zo hard. Ja. Kijk, dat is 70 plus, hè. Raichu. En Dugtrio. Maar welke kaart hebben we natuurlijk gehad? Want we hebben natuurlijk wel superveel. Of deze kaart hebben we gehad. We hebben natuurlijk geen EX-cards gehad. En we hebben natuurlijk wel deze Staryu nog gekregen. Deze Raichu gekregen. Deze Mega Venusaur card gekregen. Dat is eigenlijk wel een EX. Deze Break card van Starmie gekregen. En natuurlijk deze kleine Pikachu. En die vind ik zelf. Dat is zelf een van mijn favorieten. Dus ja, ik. Ik ben in ieder geval blij, want ik zei al aan het begin dat ik graag die Pikachu wilde. Ik wilde natuurlijk ook super graag die Charizard en nog andere X-cards hebben. Maar ja, helaas, het is niet anders. Ik hoop natuurlijk dat ik die wel uiteindelijk nog krijg. Maar ja, welke heb jij eigenlijk vet, Jan? Die Break Card zeker? Ja, nou eigenlijk deze.
Nou, dat vond je dus niet. Oh. Maar jongens, vond jullie het nou leuk? Wandel natuurlijk op die like-button. Check Jans kanaal uit, check mijn kanaal uit. Gooi even natuurlijk in de reacties welke kaart jij zelf het vetste vond. Ik vond Flying Pikachu een van de vetste kaarten natuurlijk. Die Storm is natuurlijk ook wel vet. Maar dan zeg ik tot de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei! Bye bye!